Welkom bij de video bij het trendrapport voor Akkerbouw Pro abonnees voor de maand februari. Na het nieuwe jaar komen de akkerbouwmarkten toch wat lastig uit de startblokken. Er is simpelweg weinig stemming op de markten voor aardappelen, uien en granen. Op de aardappelmarkt zien we dat het lastig is om een volgende stap te maken, en dat komt omdat de prijzen in de ons omringende landen toch wat lager zijn dan in Nederland zelf. Op de uienmarkt is het een haperende exportmotor die toch zorgt voor een wat mindere stemming. Positief nieuws kwam er omdat het CBS uh, becijferde dat er toch wat minder uien zijn dan eerder werd verwacht. Op de granenmarkt zorgt het coronavirus en ook Rusland, die voorspelde dat er fors meer uh, tarwe geproduceerd gaat worden het komende jaar, voor wat prijsdruk. Nadat de prijs vorige maand. Richting de 200 euro per ton ging, is die inmiddels weer gedaald naar de 190 euro per ton. Wel is het zo dat, doordat het uitblijven van vorst uh, ervoor zorgt dat de tarwe eigenlijk minder goed de winter uit zou komen, is er daardoor nog wel wat stemming op de markt. Wat betreft de mestmarkt komt het uitrijdseizoen snel dichterbij. Vanaf 15 februari mag er weer mest uitgereden worden. De vraag is echter wel of het dan al kan, omdat. De akkers over het algemeen vrij nat zijn. In het trendrapport gaan we uitgebreid in op de trends op de mestmarkt. Dit en meer leest u in het trendrapport voor akkerbouwpro-abonnees.